Ik had hier een vriendin en die woonde hier. En daar kwam ik op bezoek altijd. En ik zeg tegen mijn kinderen, als ik ergens naartoe ga, dan is het naar de firma Smet in Dessel. Maar zijn we ons hier heel goed opgevangen. Zowel de directie als de anderen. Fletje op zijn eigen, dat is formidabel. We kunnen doen wat we willen en we hebben een beetje natuur. We kunnen gaan wandelen. Als je in een serviflat woont, zijn je zelfstandig. En ik ben nog goed wel zelfstandig. De mee is dat goed. En de agglomeratie is prima. Iedereen wil iedereen kennen. Iedereen wordt aangesproken met de naam. De vriendschap hier onder elkaar is zowel met kader als met de mensen die hier wonen. Dat is echt heel goed. Er wordt gekind, er wordt stoeldans gedaan en zo. En, er is ook een koor en zo. Ja, hier achter staat een petangbaan. Ja, dat doe ik graag. Ja. Als er iets samen te doen is, ik ben paraat. Dat je geholpen wordt en als je het vraagt, dat vind ik dat hier goed is. Je hebt maar een koordje te trekken en de verzorger is hier. Een kapsalon is hier, voor de voetverzorging is hier, nagelverzorging, dat is hier allemaal. Als een van de twee goed blijft, ook de dementie, als die dementie niet te zwaar weegt voor de ander, dan, en ze kan nog helpen, dan kunnen we nog heel veel jaren hier samen in het flatje zitten. Dat is het voordeel ook van de Smet. Ik voel me heel goed op mijn gemak hier. Heel goed. Een aanrader voor iedereen. Dat willen we hier graag wonen. Zorgeloos, ja, echt waar. De vragen de mensen om mij altijd, Mathilde, hoe is dat daar? Ik zeg, ik heb maar één zin. Ik zeg, ik woon in het aardsparadijs. Paradijs.